we beginnen met de 11e toer en met de 11e toer ga je dus het pandje midden voor tegen elkaar leggen en als het goed is dan heb je dus 1 2 3 4 punten en aan deze kant ook 1 2 3 4 punten. Dan doe je je steekmarker in de naar de 1 2 punten in die onderste, dus de diepliggende lijn, dus in die opening, daar zet je je steekmarker in, dus je slaat 2 punten over 1 2 en tussen die punten in zet je je steekmarker en dan heb je weer 1 2 3 punten en daar zet je weer een steekmarker in en dan is dit je oksel en dan zet je ze aan elkaar. Ik pak weer even mijn steekmarker eruit, eentje heb je dus neergezet en nu ga je dat ook aan de andere kant doen. Je houdt dus 2 diepe punten over 1 2 en dit is weer je oksel en daar zet je ook de steekmarker in en dan heb je hier dus ook een armsgat en dan gaan we haken dus langs deze steekmarker en dan vervolgen we weer het patroon. Dus we gaan nu aan toer 11 beginnen. Als je de steekmarkers gezet hebt, dan gaan we weer beginnen aan de 11e toer met 3 lossen 1 2 3 en dan keer je weer het werk. Als het goed is zitten de steekmarkers dus netjes in. Hier gaan we dus dadelijk gewoon langs haken, dit is je armsgat en dan beginnen we nu dit stokje slaan we over met, en ik tel ik altijd even na hoeveel dat ik er moet hebben, 1 2 3 4 5 6 7 8 nee 7 dus, want deze slaan we over, dus 7 stokjes hebben we nodig in toer 11 in de achterste lus twee, drie, vier, vijf, zes. Oh, 7. Dan gaan we 3 stokjes inzetten. De volgende steek 3 stokjes in 1 steek. Dan gaan we weer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stokjes maken in de achterste lus en dat is weer de herhaling. Drie, vier, vijf, 6, 7, 1, 2 steken overslaan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 3 stokjes 1, 2, 3. Kijk, en dan komen we hier weer bij het armsgat waar de steekmarker in zit, en dan gaan we even 7 stokjes maken. Dit is de herhaling, 7 stokjes in de achterste lus. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Telt het altijd even na, 2, 4, 6, 7. En dan slaan we dus 2 steken over, maar dit zijn echte openingen. En ik vind het altijd mooier als het vast zit, maar goed, we slaan hem toch over. Stel dat je gaatjes krijgt, dan maak je hier nog een steekje gewoon met je stopnaald even. Maar nu gaan we dus in die volgende steek, want anders komen we hierboven niet uit met 2, 4, 6, 7. Dus in deze steek, in dit stokje, hier gaat het eerste stokje in de achterste lus in. Kijk, en dit bedoel ik met het gaatje. Ja, dat kan je eigenlijk altijd nog hier vastzetten als je het gaat afwerken, het armsgat. Met een paar steekjes gewoon vastzetten. En weer 7 stokjes. 3, 4, 5, 6, 7. En nu kom ik niet helemaal uit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En nu ga ik heel even dit uithalen, want dan pak ik 1 stokje verder. Dus je moet vanaf het midden 7 stokjes hebben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan gaan we in het midden 3 stokjes zetten. Zie je, deze opening is vrij groot, maar die naaien we straks netjes dicht. Dan gaan we 3 stokjes zetten in de opening, of in het stokje, het middelste stokje van die 5 van de vorige toer. 3, zo. Als het te snel gaat, zet de afspeelsnelheid langzamer of zet hem stil. En zo ga je de hele toer vervolgen, toer 11. Ook als je bij het armsgat bent, tel even terug uit vanaf die punt. Tel dan even terug, zodat je goed het ritme van de herhaling aanhoudt. Kijk, en je gaat gewoon zo helemaal verder tot je weer hier bent. 7, je steekt over, tel even vanuit het midden terug, 7, en je blijft het patroon herhalen. En op het einde dan zie ik je weer terug. Tot zo. We hebben nu doorgehaakt. Kijk, je ziet dat je hier zo langs het armsgat bent gegaan. En dan gaan we nu in de bovenste punt nog 3 stokjes haken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in de achterste lus. Eentje heb ik al in het midden gedaan. 2, 3 in de bovenste punt, dan weer 7 in de achterste lus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en nog één stokje op de laatste steek. Die doe je dan niet in de achterste lus en dan is dit toer 11. En dan zijn we nu geëindigd bij toer 11 en dan gaan we nu aan toer 12 beginnen met 3 lossen, 1, 2, 3, en dan keren we het werk. Als we het werk gekeerd hebben van toer 12, dan gaan we nu naar niet deze, maar in de volgende steek een stokje zetten en dan gaan we nu 7 keer doen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 5 stokjes in de middelste of in één steek, 2, 3, 4, 5 en dan gaan we weer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stokjes in de achterste lus doen. Dit is de herhaling. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan gaan we weer 2 steken overslaan, 1, 2 overslaan en weer 7 stokjes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan weer 5 stokjes in één steek, 1, 2, 3, 4, 5 en dan gaan we weer de herhaling in met 7 stokjes achterste lus, 2 overslaan, 7 stokjes en 5 stokjes hierboven in die punt. En zo haak je dus helemaal rond, want je kan nu gewoon, je hebt het armsgat al voorbij, dus je kan nu gewoon heel je toer 12 vervolgen. En dan zie ik je op het einde hier, dan zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu op het einde van de 12e toer en we zetten hier op de middelste zetten we 3 stokjes in één steek, 5 stokjes, sorry, 2, 3, 4, 5 en dan gaan we de laatste 1, 2, 3, 4, 5, even kijken hoor, wat we hier hadden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dus 7 stokjes in de achterste lus. Eén, twee, drie, vier, 5, 6, 7, 8 en dan gaan we nog één stokje op de laatste steek zetten. Die pakken we wel in 2 lussen. En dan is dit het einde van de 12e toer. En ik hoop dat je het leuk vindt om naar te kijken naar de video's van Iedereen Kan Haken. We gaan nog wel even verder om met het babyvestje zigzag. Deel 7 met toer 13 en 14 komt in de volgende video, want anders duurt de video te lang. Maar dit was dus toer 11 en 12 en ik zou zeggen, graag abonneren, zet de notificatiebel aan en hier op de rode button klikken en dan zie ik je in deel 7, dan zie ik je weer terug met toer 13 en 14. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende video. Tot ziens, dag.